Goedemorgen. Hartelijk welkom op ons webinar in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht. Met als titel: Hoe financier ik een overname? Samen met Unizo Financiële Inzicht, PMVZ en Overnamemarkt. Ik overloop even het programma. Ik ga zo dadelijk eventjes kort Overnamemarkt aan jullie voorstellen aan de hand van het klavertje 4 van een succesvolle overname. Daarna komt collega Ann Wouters aan het woord. Ann Wouters is ondernemersbegeleider bij Unizo Provincie Antwerpen. Ze begeleidt starters in de opmaak van hun businessplan en ook ondernemingen die hun werking onder de loep willen nemen en of op zoek zijn naar kapitaal, onder andere voor een overname. Alvorens aan de stap zetten naar Unizo, werkte ze meer dan 15 jaar als KMO-adviseur bij BNP Paribas Fortis, waar ze de financiële gegevens van kleine en grote ondernemingen onder de loep nam. Na de uiteenzetting van Ann Wouters komt Alex de Ridder aan het woord van PMVZ, Participatiemaatschappij Vlaanderen. Alex is accountmanager bij PMVZ. Hij onderhoudt de contacten met de banken. Ze zijn een belangrijke partner en hij zorgt dat de banken ook de voorwaarden en de werkwijze van PMVZ kennen. Verder zorgt Alex voor promotie van PMVZ en zorgt dat ondernemers zoals jullie hun weg naar PMB vinden. Hij bekijkt ook jullie businessplannen en filtert naar ontvankelijkheid toe. Hij zorgt dat het dossier bij de juiste dienst binnen PMVZ terechtkomt. Na de uiteenzetting van Alex kom ik zelf nog even bij jullie terug voor de aandachtspunten voor de financiering van zeer kleine ondernemingen. Hier ziet u het startscherm van Overnamemarkt. Wanneer jullie zelf Overnamemarkt intypen op Google, let dan op dat u op de juiste site terechtkomt, de site met het logo van Unizo. Voordat we aan de financiering van een overname starten, wil ik jullie toch even overlopen wat de voordelen zijn om te starten via een overname of sneller te groeien via een overname. Je neemt een vliegende start, je vertrekt van bestaand cliënteel, bestaande naamsbekendheid, een bewezen omzet en gekende opbrengsten en kosten. Wanneer je vertrekt als starter van nul, dan is de omzet, kosten en opbrengsten een aanname. Continuïteit is het belangrijkste kernwoord. Kennis en ervaring is al in het bedrijf aanwezig. Het aanwezige personeel werkt reeds als een team. En heel dikwijls zien we dat de voormalige zaakvoerder bereid is om je als coach bij te staan tijdens de overgangsperiode. Continuïteit wekt vertrouwen. Een bestaand bedrijf is nu eenmaal kredietwaardiger dan een starter en dat uit zich ook in langer leverancierskrediet, ook een bron van financiering. Steunmaatregelen, subsidies die bedoeld zijn voor starters, zijn ook van toepassing voor starters via overname. Op dit moment is omwille van de vergrijzing komen heel veel KMO's te koop. Waar vind je nu een over te nemen bedrijf? In feite drie belangrijke bronnen. De overnamebemiddelaars of overnamebegeleiders, financiële instellingen en overnameplatformen zoals Overnamemarkt. Voordat je een overname analyseert, kijk dan ook eens heel goed naar de levensfase waarin dat bedrijf zich bevindt. Is dat ook een starter, een heel teer plantje of een groeiende onderneming? Kan ook een zeer succesvolle, groot uitgebouwde onderneming zijn, maar wanneer er geen flexibiliteit aanwezig is, dan kan het verval zeer snel optreden. Let daarvoor op. We blijven in de natuur. Met als beeld van de boom gaan we over naar het klavertje 4 van een geslaagde overname. En de start is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het over te nemen bedrijf is een gezond bedrijf. Wat bedoelen we? Het heeft een goede reputatie, helder en transparant businessmodel en het is duidelijk waarvan de winst vandaan komt. De motivatie van de overlater om nu te verkopen is duidelijk. Bijvoorbeeld einde loopbaan. De verwachtingen zijn realistisch en het bedrijf heeft een zekere structuur. Daarmee bedoelen we het bedrijf blijft doordraaien ook als de zaakvoerder afwezig is. Ruim Indonesische eerstop. Infrastructuur in orde, vergunningen in orde, geen geschillen met klanten, leveranciers of personeel. Wanneer zulke zaken later boven water komen als de financieringsaanvraag reeds in behandeling is, gaat dat zorgen voor nodeloze vertragingen. Zorg ervoor dat u deze zaken al helemaal in het begin van het
overnameproces onder de loep hebt genomen. De overnameprijs is redelijk. Wat bedoel ik met een redelijke overnameprijs? Dat is eigenlijk dat de onderneming in staat is haar overnameprijs zelf terug te betalen uit de eigen kasstroom. En we bedoelen dan wel de netto kasstroom. Daar bedoelen we mee vrij na de verloning van de zaakvoerder, dus na eventueel lopende kredieten en uiteraard na nodige investeringskredieten om de groei van de onderneming te voldoen. Tot slot wil ik ook nog opwijzen dat een waardebepaling geen wetenschap is. Een waarde is het resultaat van een berekening, de prijs is het resultaat van onderhandeling. Aan jullie om die onderhandeling goed te voeren. Het vierde punt van het klavertje 4 is de financieringsmix, het hoofdthema van dit webinar. Maak gebruik van zoveel mogelijk financieringsbronnen die elkaar versterken. Hierover laat ik achtereenvolgens aan Wouters en Alex Dieter aan het woord. Ik kom straks bij jullie terug. Dan laat ik nu het woord aan Anne. Hallo, goedemorgen allemaal. Ik ben dus Anne Wouters, begeleider, ondernemersbegeleider bij Unizo Provincie Antwerpen. Jullie gaan mij niet zien, want er is zo net een technisch probleem opgetreden op mijn camera, wat een beetje vervelend is. Maar ik hoop dat de slides voor zich spreken en dat ik jullie toch hetgeen, de boodschap die dat ik jullie wou meegeven, op deze manier ga kunnen overbrengen. Mochten er na mijn uiteenzetting alsnog vragen zijn, er is een chatfunctie die beheerd wordt, dus stel gerust die vragen. Ik kijk er graag even naar na mijn uiteenzetting. Dus ik ga jullie vandaag kort voorstellen wat de Unizo-begeleidingen inhouden. En vooral mijn nadruk dan op het Unizo-traject Financieel Inzicht, die toch wel al een keer wordt opgestart in het kader van een overname van een bedrijf. Hè. Wat zijn de Unizo-begeleidingen? Wel, Unizo die heeft overheen haar verschillende provincies een groot team van zeer gedreven ondernemersbegeleiders. We noemen ze ook wel al eens coaches. En onze begeleidingen die zijn vooral gekend voor hun individuele aanpak. Hè. Dus we werken in onze begeleidingen op maat van de klant, de ondernemer, in één-op-één gesprekken vaak, die zowel fysiek als digitaal kunnen doorgaan. Een begeleidingstraject dat bestaat meestal bij ons uit een intakegesprek, een aantal uren begeleiding en dan nog een opvolggesprek erna. En door de steun die dat wij krijgen van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren Ondernemen, zijn onze begeleidingen ook heel betaalbaar. We proberen onze adviezen te geven met het oog op de toekomst. We gaan daar altijd een stukje trends en opportuniteiten en bedreigingen in de sector mee in onder de loep nemen. Dus echt op maat van elke ondernemer, zeer betaalbaar en dus een ongelooflijk persoonlijke aanpak. En we proberen altijd heel dicht bij de ondernemer te staan die bij ons langskomt. Hè. We hebben verschillende vormen van begeleidingen en we zijn er gewoon ook in elke levensfase van een onderneming. Jullie zien daar het eerste blokje staan, starten. Van voor de start eigenlijk gaan wij onze starters begeleiden in de opmaak van hun ondernemingsplan en financieel plan tot het laatste, de laatste begeleiding die daar staat, bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername is ook een van de begeleidingen in dit kader. Dus doorheen een volledige levensfase van een ondernemer. In de begeleidingstrajecten bedrijfsoptimalisatie en financieel en strategie en groei, gaan we vooral inhoudelijk en strategisch gaan meedenken met een bedrijf of een ondernemer. In het financieel inzicht gaan we vooral naar de cijfers kijken. Daar ga ik ze niet iets meer uitleg over geven. En sinds corona werd de begeleiding online verkopen in het leven geroepen. En gaan we dus effectief meekijken rond het gegeven e-commerce die een ondernemer reeds heeft opgestart, maar daar bijvoorbeeld in vastloopt. Of een ondernemer die dat luik wil uitrollen, maar vandaag nog geen webshop heeft en daar dus begeleiding in zoekt. Hè. Voilà.
Dus wat betreft het begeleidingstraject financieel inzicht, daar gaan we eigenlijk op twee manieren de ondernemer of het bedrijf gaan benaderen. Meestal zien we daar ondernemers komen die kapitaal nodig hebben en die bij gevolg ook een juiste financieringsmix willen samenstellen om dat kapitaal effectief te gaan kunnen aanspreken. Maar anderzijds kijken we daar ook inhoudelijk mee in de cijfers van een ondernemer en proberen we een ondernemer meer voeling en inzicht te geven in de financiële cijfers. Hè. Dus voor wie is dat begeleidingstraject financieel inzicht? Voor prestarters die op zoek zijn naar financiering, maar dus ook ondernemers die effectief geld nodig hebben of kapitaal nodig hebben in hun bedrijf. Vaak ook ingezet bij de overname van een bestaand bedrijf of bij bedrijfsovername. Hè. En ondernemers die effectief voor een belangrijke beslissing staan, groei beogen en daar dus effectief kapitaal voor nodig hebben. Hoe ziet zo'n traject eruit? Meestal begint dat traject met een intakegesprek van ongeveer 1,5 uur, waar we dus de behoeften in kaart brengen. Nadien volgen er 7 uren 1-op-1 begeleiding met jouw bedrijfs... met jouw ondernemerscoach, pardon. Hè. En nadien ook nog een opvolggesprek. Dat is dan meestal na de kredietaanvraag of na x tijd, als er een aantal wijzigingen doorgevoerd zijn, om te kijken of het resulteert en of er nog begeleiding verder nodig is. We focussen in die begeleiding op alternatieve financieringsvormen. Dus we gaan daar niet louter en alleen naar de bancaire kredieten kijken. We maken soms ook financiële plannen op in het traject Financieel Inzicht en zorgen er dus voor dat cijfers, dat die context krijgen en dat ondernemers effectief begrijpen wat dat hun onderneming eigenlijk financieel aan het doen is en welke vooruitzichten met welke vooruitzichten ze alsnog financieel rekening moeten houden. Hè. Voilà. Dus meer financieel inzicht, de opmaak van een financieringsmix en de kostprijs van het traject Financieel Inzicht is €230 exclusief BTW. Dat is niet veel voor al die uren begeleiding. En dat is dus omwille van het feit dat wij steun krijgen daarin van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, die dus het grootste stuk eigenlijk van de begeleiding financiert. Dus die financieringsmix, ik denk dat dat vooral een hele belangrijke is die dat ik wil meegeven aan jullie. Als er effectief sprake is of het idee is om een bedrijf over te nemen, gaan we moeten kijken of dat het effectief ook gefinancierd geraakt, hè, dat overnameproject. En daar gaan wij dus in het financieel inzicht of in de begeleiding financieel inzicht met jullie naar kijken. Hè. Op welke manier benaderen wij in dat traject vooral een overname? We gaan eerst sowieso een analyse maken van de cijfers van de overlater. Hè. Dus we vragen telkens de laatste 3 jaren van de overlater op. En we gaan dus die cijfers ontleden samen met een ondernemer, kandidaat, overnemer, zodat die begrijpt wat dat die gaat overnemen of welk bedrijf die gaat overnemen. De analyse en de juiste prijs bepalen, dat doen we niet. Daar kijken we voor naar de begeleidingen, bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername vooral. Of naar de boekhouder of bedrijfsrevisoren die dat mee op dat dossier ingesteld zijn. Maar we gaan wel mee op basis van de overnameprijs en de onderbouwing ervan ervoor zorgen dat er een juiste financieringsmix op tafel ligt. En zoals gezegd gaan we daar niet alleen maar kijken naar de bancaire kredieten, hè, want dat is zo de stap dat de meeste mensen nemen. We gaan daar proberen een mix te maken van uiteraard een stukje eigen vermogen, hè, want het is toch wel belangrijk dat als je een bedrijf overneemt, dat je daar een stuk met eigen kapitaal, eigen spaarcenten gaat financieren. Hè. Er staat hier minimum die 10-20%. Dat is toch wel een vereiste. En bij gevolg gaan wij dat dan aanvullen met vreemd vermogen, het
zij bankair, het zij door de kredieten die het PMWZ uitreikt. En daar gaat ze biedt Alex verder op ingaan. Maar we kijken ook naar alternatieve financieringen, hè, zoals crowdfunding bijvoorbeeld, waar er financiering opgehaald wordt bij de menigte. Business angels bijvoorbeeld, waar investeerders in ruil voor aandelen en zeggenschap in de onderneming mee instappen. Dus we proberen dat echt heel breed te trekken. Is bij dat verhaal, bij die financieringsmix, ook de opmaak van een financieel plan nodig? Dan gaan wij ook tijdens dat begeleidingstraject financieel inzicht in kaart brengen welke activiteiten je van de overlater verder zet, welke nieuwe activiteiten die dat jij in jouw concept wil gieten en dat dan ook financieel gaan vertalen in een financieel plan. Dus het gaat eigenlijk heel breed hoe wij dat benaderen in dat traject. Mijn boodschap aan jullie vooral is van weet dat we er zijn. Als jullie effectief een bedrijf op het oog hebben dat jullie willen overnemen en jullie willen wat meer inzicht in de financiën en begeleid worden in die kredietaanvraag, dan kan je dus bij ons terecht als zijnde Unizo in dit traject. Hè. Voilà. De contactgegevens staan hier allemaal nog opgesplitst voor de verschillende provincies. Hè. Dus ik werk voor provincie Antwerpen, maar uiteraard in de andere provincies staan mijn ondernemersbegeleider of staan de ondernemersbegeleiders jullie ook heel graag te woord. Hè. Dus hier staan de contactgegevens. Mocht jullie alsnog meer informatie wensen over het traject Financieel Inzicht van Unizo. Ziezo, ik weet niet, zijn er vragen gekomen hier? Geen vragen momenteel. Niet direct. Oké. Voilà, je mag ze ook nog achteraf in de chat stellen en dan hou ik het wel verder in de ogen. Voilà. Ik denk, Alex, ik geef het woord aan jou nu. Oké, prima, bedankt. Goedemorgen iedereen. Pieter-Jan, ik kijk heel even naar jou. Ben ik goed te horen en te zien in de slides? Oké, prima. Goedemorgen iedereen. Inderdaad, een woordje uitleg over de financieringsmogelijkheden bij PMV, meer bepaald PMVZ. Wie is PMVZ? En ik ben heel even... Hoe kan ik juist naar de volgende slide gaan, Pieter-Jan? Wacht hoor, eventjes. Links. Rechts bedoel ik, sorry. Kan je van slide wisselen? Door te scrollen, te klikken met de pijltjes. Nee, dat lukt me niet. Geen probleem. Als jij mijn levende afstandsbediening dan bent, want het lukt mij hier niet. Sorry. Nee, oké. Okay. Nee. Pieter, Jan, als we even naar de volgende slide gaan... Dus er werd gesproken in de vorige uiteenzetting door Anne en Guido ook over PMVZ en PMV. Wat is nu het verschil? PMV is een investeringsmaatschappij, Participatiemaatschappij Vlaanderen, investeringsmaatschappij waarbij we allemaal investeringen doen voor ondernemers. Het kan zijn op diverse wijzen, via equity, kan zijn via achtergestelde leningen, senior leningen ook, kan zijn via waarborgen van bankkredieten, een heel palet van financiering voor ondernemers. In het huis PMV heb je veel kamers. En een van die kamers binnen PMV is PMVZ. En wat is nu PMVZ? Het is eigenlijk een kamer waarbij dat we 5 producten hebben voor ondernemers. Dus je hebt PMV, het huis, met allemaal verschillende mogelijkheden voor ondernemers. PMVZ, dat zijn 5 producten, daar spreken wij van producten, die nogal wetgevend enorm in elkaar zitten. Dat betekent dat alles bij wet is vastgelegd, wat kan en wat kan niet. Waardoor dat je gestandaardiseerde financieringen hebt. En het voordeel daarvan is dat je op voorhand heel goed kan bepalen of inschatten wat zijn de slaagkansen van mijn dossier. Het nadeel is, het is dikwijls een wit-zwart verhaal, het kan of kan niet omwille van de wetgeving. Daar waar bij PMV hebben we per dienst, en je voelt al direct het verschil, per dienst een aantal algemene richtlijnen waarbij we case-by-case maatwerk kunnen leveren. Dus PMVZ, 5 producten waar we heel snel heel veel dossiers kunnen verwerken. Per jaar doen we daar meer dan 6000 dossiers. Bij PMV het zijn meer de complexere dossiers, de moeilijkere dossiers, doorgaans ook grotere bedragen, waarbij we case by case gaan werken. Met Unizo en Overnamemarkt werken we trouwens vanuit heel PMV samen, maar vooral vanuit PMVZ. Dus ik ga vandaag ook toelichten wat kan PMVZ doen bij
uw overnames. Op de volgende slide dan. Oei, ik weet niet, kan iedereen heel die slide zien? Ik kan de slide niet zien, Pieter Jong. Normaal gezien iedereen wel. Ik zie enkel de titel van die slide, financiering van een overname. Ja, nu zie ik die slide ook. Ja, oké. Oké, dus hier heb ik toegelicht op die slide eigenlijk de financiering bij een overname. Dus je hebt enerzijds de overname van het bedrijf, wordt een bepaalde prijs op vastgeklikt. Daarstraks heeft Guido al toegelicht dat er heel wat parameters voor nodig zijn om die prijs te bepalen. Oké, hoe ga je dat nu financieren? Je hebt de overnameprijs zelf en daar komen dan nog kosten bij. Wij omschrijven die als transactiekosten. Je op 100 euro overnameprijs, laten we zeggen de totale 105 financiering nodig is. Hoe wordt er nu meestal ingevuld? Je hebt aandelenkapitaal. De aandelen worden overgenomen van een bedrijf. Stel voor 40% ga je daar zelf kunnen invullen. Is dat eigen vermogen? Zijn dat privé-investeerders? 40% ga je zelf invullen, of 40 van die 100. Dan is er een achtergestelde lening, een vendorloon. Wat is eigenlijk een vendorloon? Is een lening met uitgesteld kapitaal. Wij bij PNV we kunnen zowel vendorloon doen als achtergestelde leningen. Dan ga je ook langs via de bank, zoals Anderhuis zei. De bank heeft ook een rol daarin te spelen. En zo kan je inderdaad die 105, dus 100 overname, 5 nog transactiekosten, bijkomende kosten, opvullen. Wat wij ook nog meestal gaan kijken als financierder, is als je een overname doet, doorgaans, niet altijd, niet per definitie, maar doorgaans zijn er ook nog bijkomende financieringen nodig. Wat kan dat zijn? Je wilt het bedrijf bijvoorbeeld omteunen, je wilt nog bepaalde lijnen veranderen, je wilt het misschien opfrissen, je wilt een aantal nieuwe salesacties doen, daarvoor heb je bepaald kapitaal nodig. We voorzien ook meestal een CAPEX-kredietlijn, CAPEX eigenlijk, dat je zegt, ik ga bepaalde investeringen nog doen, zijn dat nieuwe machines, of opstuk van de kantoren. Meestal gaan we kijken van, denk ondernemer aan uw financieringsplaatje, je hebt wel de overnameprijs met de kosten daarbij, maar heb je daarbuiten nog financiering nodig. Ik ga mezelf alleen even wat bijsturen. Ik heb in de rechterkolom heb ik gezet, oké, achter is een lening. Meestal gaan we kijken naar eenmaal de EBITDA. Doorgaans gaan we in die lening ook een grace period geven. Wat is een gratieperiode? Dat is dat je enkel maar kapitaal moet terugbetalen, geen interest. De bankschuld die gaat meestal kijken naar een 3 tot 3,5 de EBITDA. Ik heb getwijfeld om die parameters erbij te zetten. Fixeer u daar niet op. De overnameprijs en hoeveel dat je kan gaan leveragen, is eigenlijk afhankelijk van ten eerste de sector, maar ook case by case. Dus dit is een richtlijn. Je kan zeggen, oké, de leverage is tussen 4 en 5 eigenlijk, maar het wordt case by case bekeken en ook volgens sector. Oké, de volgende slide dan, Pieter Jan. Oké, hier gaan we kijken waarmee kan PNV Z dan jou helpen. U kan soms wel de link maken met PNV, maar we gaan iets dieper in op PNV Z dan, hè. Deze slide gaat dus gewoon de vorige slide eigenlijk nu bevestigen, waarin dat we zeggen PNVZ kan een rol spelen bij zowel het stukje nog vendorloon of achtergestelde lening en zowel bij de bankschuld. Dat kunnen wij doen met de producten van PNVZ, zowel met de cofinanciering, cofinanciering plus, eventueel de startlening, ook win-win lening en waarborgen kunnen allemaal hun rol spelen in dat segment eigenlijk. En die producten ga ik nu aan u verder toelichten. Ik ga soms wel even halt houden na bepaalde blokken om te zien of er vragen binnengekomen zijn. Oké, de volgende slide dan. Ja, de volgende slide. Oké, dus welke financieringen kunnen daarbij ondersteunen? Ten eerste de cofinanciering. Cofinanciering is een vorm van lening, een achtergestelde lening. En wat is eigenlijk een lening met een achtergesteld karakter? Dat betekent als het ooit fout gaat, gaat de partij van het achtergesteld karakter achteraan in de rij staan om uit te winnen. Dus voor andere partijen, voor banken, is dat eigenlijk een vorm van eigen inbreng, een quasi-eigen inbreng. Het is geen eigen inbreng, want het is ook een lening. Cofinanciering is een lening die moet terugbetaald worden. Maar omwille van het achtergesteld karakter zijn andere partijen toch al meer geneigd om te investeren of mee te doen, omdat zij dan bijvoorbeeld een schuldeiser kunnen zijn. Oké, dus cofinanciering, achtergestelde lening, waar we tot 350.000 euro kunnen financieren. Enkele voorwaarden van die cofinanciering is... We kunnen met cofinanciering maximum 50% van het totale project financieren.
Het is een lening van 3 tot 10 jaar. Wij gaan ook maximum 4 keer de eigen inbreng financieren. En wij vragen inderdaad de eigen inbreng van de ondernemer. Herinner u de slide van Andersrak, die zei je moet toch de eigen inbreng voorzien van 10 tot 20%. Inderdaad, wij zeggen er moet een eigen inbreng zijn van minstens 10% van heel het project. En het is een cofinanciering, dus we doen het samen met een andere partij. Wij zeggen de tussenkomst van de cofinancier moet minstens 20% zijn van heel het project. Nu, in praktijk zien wij dat een cofinancier gemakkelijk tot de overige 50%, 40, 50% mee opvult. Dus, gewoon een voorbeeld, want dit zijn allemaal parameters. Stel, een overnameprijs 400.000 euro. Hoeveel kunnen wij meedoen met de cofinanciering? Wij kunnen maximum 200.000 euro meedoen. Waarom? Omdat wij maximum 50% van het hele project kunnen financieren. In het geval dat wij 200.000 euro gaan financieren, vragen wij aan de ondernemer een eigen inbreng van minstens 50.000 euro. Waarom? Omdat wij maximum 4 keer eigen inbreng kunnen financieren. Nu, een project van 400.000 vragen wij een eigen inbreng van minstens 40.000. Dus stel dat een ondernemer zegt, nee, ik ga nu 50.000 euro eigen inbreng doen, ik doe 40.000. Dan zeggen wij, oké, fijn, dan kunnen wij tot 160.000 euro 4 keer een eigen inbreng gaan financieren. Stel, in dat voorbeeld, 40.000 euro eigen inbreng. Wij gaan 160.000 euro financieren via de cofinanciering. En er is een derde partij, een bank, die nog meedoet. Voor de overige 200.000 is heel het project opgevuld. Dus wat is eigenlijk het grote voordeel daarvan? Is dat je met een heel beperkte eigen inbreng toch een aantal partijen mee kan krijgen in het traject. Dat is het mooie. De tarief van de cofinanciering is 3%. Oké, dat is de cofinanciering. Op de volgende slide zien we de cofinanciering plus. Dat is eigenlijk het verlengde van de cofinanciering met de meeste parameters behouden, waarbij dat we tot 700.000 euro kunnen financieren. Dus cofinanciering tot 350, cofinanciering plus tot 700.000. Dezelfde spelregels, maximum 50% gaan we financieren, looptijd ook van 3 tot 10 jaar, maximum 4 keer een eigen inbreng en ook een 10% eigen inbreng vragen we van de ondernemer zelf. Hier is het tarief 4,75% en het is ook wel zo, we vragen ook, in tegenstelling tot de cofinanciering, waar perfect ook van de start kan, vragen we bij de cofinanciering plus ook gerealiseerde positieve cashflows. Nu, als je dan zegt, ja, betekent dat de NewCo geen gebruik kan maken van die cofinanciering plus? Nee, de NewCo kan dat wel, want dan gaan we kijken naar die positieve cashflows op een target. Oké. Ook zeggen dat we bij de cofinanciering en cofinanciering plus ook een grace period kunnen geven. Dus ik heb u straks gezegd, wat is dat juist? Dat is eigenlijk dat je een ondernemer nog geen kapitaal moet terugbetalen, enkel interest. En bij de cofinanciering plus, en dat is wel een mooie, bij de cofinanciering plus kunnen wij eventueel tot 3 jaar grace period geven. Bij een overname. Oké. De volgende slide dan, Pieter-Jan. De startlening. Dus cofinanciering, startlening kunnen wij tot 100.000 euro financieren. Nu, startlening is bedoeld voor starters. En wij zeggen dat zijn mensen, ondernemers, die tot maximum 4 jaar bezig zijn in hoofdberoep. Het zijn eerder beperkte bedragen. Maar stel dat je als starter eigenlijk ook een zaak wil overnemen, kan dat perfect via startlening. Ook weer al de voorwaarden. Maximum 4 keer een eigen inbreng. Dat is ook 3%. En inderdaad, zoals ik zei, het is bedoeld voor ondernemers die tot 4 jaar maximum bezig zijn met hun activiteit. Oké, dat zijn de leningen bij PMVZ. De volgende slide dan. Hoe kan je nu zo'n lening aanvragen? Dat is ook wel een belangrijke. Je kan dat rechtstreeks doen. Je kan dus jouw dossier opmaken, de documenten van onze website halen en naar ons doorsturen. Je ziet online kan dat. Maar, en punt 2, het kan ook via een van de geregistreerde aanbrengers. En hier ga ik toch heel even halt houden. Wij verkiezen in elk geval, bij overnames zeker, maar in toekomst ook gewone starting, gewoon cofinanciering, maar zeker bij overnames, hebben wij liever dat een dossier bij ons binnenkomt via een van onze aanbrengers. Wat is een aanbrenger? Dat zijn partijen waarmee wij samenwerken. En waarom vragen we dat, of hebben wij dat liever? Omdat die partijen, die aanbrengers, kennen PMVZ. Die weten hoe moet er een dossier opgemaakt worden, welke documenten zijn er nodig, wanneer is een dossier eigenlijk realistisch, wanneer is dat goed onderbouwd. En daar wil ik toch even ook zeggen dat de Unizo
is een van onze aanbrengers. En we hebben ook een open lijn met overnamemarkt. Dus als je vraagt, van is het essentieel dat we via een aanbrenger gaan? Nee, maar we vragen dat te doen. En Unizo en overnamemarkt zijn partijen die ons perfect kennen. En je bent bij Guido en zijn team ook in zeer goede handen bij je overnamedossieren. Een dossier, een aanvraag kan ook bij ons binnenkomen via een kredietinstelling, een bank of via crowdfundingsplatformen of crowdlendingsplatformen. Winwinner, De Harbor, Look & Fin zijn allemaal platformen waarmee wij samenwerken. Ook hier even zeggen, die kredietinstellingen, crowdlendingsplatformen, crowdfundingsplatformen kunnen eventueel ook cofinancier zijn. Dus het hoeft geen bank te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, kijk, met crowdlending en PNVZ wordt een overname gefinancierd. Oké, naar de volgende slide. Ja, wanneer heb je veel kans dat je een positief antwoord krijgt op de kredietaanvraag? En hier heb ik alles opgesomd. En eigenlijk zijn dit de elementen van een goed businessplan. Dus wat hebben wij nodig om een dossier te kunnen evalueren, om een dossier te kunnen bekijken, analyseren en te beslissen? Dat is een goed businessplan, waarbij dat er staat wie is de ondernemer, wat is zijn ervaring, wat is zijn kennis, welke kennis heeft hij in huis, welke heeft hij niet in huis, geen probleem. Maar beseft hij dat, is hij dan goed omringd, heeft hij bijvoorbeeld bepaalde financials niet in huis, oké, heeft hij dan een goede financiële raadgever of legals niet in huis, heeft hij goede juridische ondersteuning. Dan gaan we kijken, heeft hij goed nagedacht over zijn product? Is dat een product, wat is dan zijn USP? Is de ligging van een zaak, is dat een goede ligging? Wat zijn zijn concurrenten? Kent hij zijn concurrenten? Wat maakt van hem uniek? Dan we kijken ook naar de financials. Heeft hij een eigen inbreng? Is hij eigenlijk voldoende ten opzichte van het bedrag dat hij wil lenen? Heeft hij de juiste marges toegepast? Is het volgens ons realistisch zijn plan? En is er ook, en dat is wel een belangrijke, is er ook terugbetalingscapaciteit? Want de leningen, cofinanciering, cofinanciering plus, ook startlening, zijn leningen, moeten wel terugbetaald worden. Ook al is het met een grace period, een gratieperiode, dus dat je geen kapitaal terugbetaalt, enkel interest, ze moeten kunnen terugbetaald worden. Dus terugbetalingscapaciteit is wel een heel belangrijke factor. Dit mensen, deze elementen samengevat, eigenlijk is dat een goed onderbouwd businessplan. Dus dat is al direct een tip voor, mochten jullie zeggen van, goh, we willen met PNVZ toch eens in aanraking komen, heel graag. Je kan via overnamemarkt ook nu gesprek met ons aanvragen. Maar als je echt zegt, ik wil daar toch een dossier lanceren, zorg dan voor een goed uitgewerkt businessplan. Dat is echt heel, heel essentieel. Denk zelf na over jouw plan. En als je dat voor jezelf goed hebt uitgeschreven en gemaakt, ga dan gieten in een plan voor financierders. Essentieel. Oké. De volgende slide dan. Hoe ziet bij ons nu het kredietproces eruit? Wij krijgen een aanvraag binnen. Dus via web of aanbrenger, per voorkeur via aanbrenger. Wij gaan aan de slag met het dossier, we gaan het analyseren. Meestal hebben we dan vragen, dan nemen we contact op met het zij de aanbrenger, het zij de ondernemer, voor die vragen er nog in te lossen. Soms per mail, dat kan zijn een call, dat kan zijn een meeting. Oké, we maken het dossier klaar. De analist gaat met het dossier naar het kredietcomité. Daar zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel wordt aanvaard, is er een akkoord. En dan worden voorwaarden van het akkoord ook opgelijst. En dan is het in orde, oké. Ofwel weigeren we het dossier, zeggen we nee. En dan gaan we ook zeggen waarom dat we weigeren. Dat is wel belangrijk voor jullie als ondernemer. We gaan ook altijd zeggen waarom dat we niet het dossier doen. We lijsten die punten op, want je kan ook tegen de beslissing van het kredietcomité eenmaal in beroep gaan. Dus je kan in beroep gaan, maar ook maar eenmaal. En logischerwijs, maar ik zal het toch nog eens heel duidelijk vermelden, als je in beroep gaat, uiteraard moet je dan ook wel de punten van weigering bij ons kunnen weerleggen. Weerleggen of aanpassen of zeggen, oké, we hebben daar rekening mee gehouden, het is nu zo en zo. En als die punten allemaal voldoende gestoffeerd zijn, dan kan je terug in beroep gaan. Is het dan nog geweigerd, dan is het definitief geweigerd. Is het aanvaard, dan komt er een kredietvoorstel, kredietovereenkomst en dat wordt allemaal digitaal afgehandeld. Doorlooptijd van het dossier in de ideale wereld en onze scope is om dat binnen een maand te kunnen afwerken. Doorgaans is dat 3 tot 4 weken. En dan kom ik ook wel terug op de kwaliteit van het businessplan. Is het businessplan heel goed uitgewerkt? Zijn alle documenten daarbij, alle informatie, voldoende toelichting? Ja, dan is voor ons analisten heel,
eenvoudiger, dan kunnen zij veel sneller aan de slag gaan. Eventueel nog wat vragen stellen, het dossier opmaken. En dan gaan we zelfs, we kunnen soms dossiers in 2 à 3 weken afwerken. Is een dossier die onvoldoende is en we moeten zeggen, we hebben nog die en die en die informatie nodig. Ja, en daarop moeten we nog weken wachten en dan hebben wij terugtijd nodig. Dus daarom, en dan kom ik ook op punt terug van aanbrenger, daarom is het zo belangrijk om een goed dossier af te leveren. En nogmaals, aanbrengers weten hoe moet zo'n dossier er bij PNVZ uitzien. Dus een dossier via aanbrengers, en dat is ook statistisch, heeft ten eerste meer kans op slagen en ten tweede ook een snellere doorlooptijd. Dus ook dat zijn eigenlijk elementen dat we zeggen, je mag het zelf doen, maar doorgaans die aanbrengers zijn voldoende onderlegd. Een unisone overnamemarkt is voldoende onderlegd. Ga uw aanvraag via hen bij ons laten inleiden. Oké. Volgende slide. Dus wat ik nu heb toegelicht waren de leningen bij PNVZ, waarin dat we zelf een dossier toekrijgen, zelf kan analyseren, zelf gaan weigeren of toestaan en zeggen, oké, op die voorwaarden gaan we ermee instappen. Nu zijn er nog 2 producten bij PNVZ die heel interessant zijn om te weten voor jullie en ook bij overnames cruciaal kunnen zijn. Ten eerste win-win-lening. Wat is een win-win-lening? Het principe van een win-win-lening is dat 2 partijen overeenkomen dat de 1 partij aan de andere partij een lening geeft. Wie is de kredietgever? De kredietgever is een lening van een van de 4 F'en. Ik praat al lang niet meer van de 3 F'en, van de 4 F'en. Family, Fools, Friends. Maar ook funds kunnen gaan investeren. Dus een kredietgever die kan tot €75.000 gaan investeren. En zo kan je tot €300.000 geld ophalen als ondernemer of onderneming. Dus met andere woorden, als je nu ziet dat je per gever tot €75.000 kan geven, ja, dan heb je natuurlijk al minstens 4 partijen nodig om tot je €300.000 te kunnen ophalen. Win-win lening, de kredietgever, heeft 3 voordelen. Je heeft ten eerste een rente op de lening. Die rente die is wettelijk vastgelegd. Die moet zich situeren tussen 0,875 en 1,75. Dat is een rente. Daar moet je nog roerend de voorheffing van 30% aftrekken. Tweede voordeel, en dat is het grote voordeel voor de kredietgever. De kredietgever heeft elk jaar een belastingsvoordeel van 2,5% netto op het uitstaande bedrag. Dus ik ga even herhalen, mensen. Dat is een belastingsvoordeel voor de kredietgever die, als hij investeert via win-win-lening, krijgt hij van de overheid elk jaar 2,5% netto terug via belastingsvoordeel. Dus dat is niet als je moet belastingen betalen, wordt dat in mindering gebracht. Het is sowieso altijd krijgt dat bedrag. Dus ook al als je geen belasting moet betalen, als je terugkrijgt van de belasting, dan komt dat bedrag er nog eens bovenop. Altijd terug te vorderen, 2,5% netto. En derde voordeel voor de kredietgever, dus naast de rente en naast het belastingsvoordeel, is als de kredietontvanger, een ondernemer, niet meer kan terugbetalen, kan de kredietgever nog eens 30% of nu tijdelijk 40% terugvorderen van de overheid. Ook weer al netto. Dat zijn 3 mooie voordelen die je kan hebben als kredietgever op eigenlijk een investering van tot maximum €75.000. Hè. Win-win lening kan je heel makkelijk bij ons... Ja, nee, doe maar, Pieter-Jan. De 2e slide kan je heel makkelijk bij ons aanmelden, ook allemaal online. Hè. Daar vind je alle gegevens en daar kan je makkelijk aanmelden, waardoor je direct ook het fiscaal voordeel kan toepassen. Hè. Oké, win-win-lening. Nog heel even iets van win-win-lening. Win-win-lening is dus ook weer al een achtergestelde lening, dus is ook weer al een vorm van eigen inbreng. Dus ook bij zowel PNVZ, bij onszelf, die cofinanciering, kan win-win-lening een vorm van eigen inbreng zijn. Ook merken we dat bij banken kan het een vorm van eigen inbreng zijn. Zeker als je de win-win-lening op bullet-systeem doet. Bullet-systeem betekent dat je pas het kapitaal na de duurtijd van de lening helemaal gaat terugbetalen. Een win-win-lening op bullet is eigenlijk een vorm van eigen inbreng. Het is wel een lening, maar ja, als je weet dat je een aantal jaren niet moet terugbetalen het bedrag, is eigenlijk een vorm van eigen inbreng. Hè. Je kan ook op de website bij ons de simulatie maken van terugbetalingen, maandelijks, jaarlijks en ook dat bullet-systeem kan je allemaal simulaties maken. Oké, win-win-lening, heel nuttig instrument. En dan het volgende instrument, op de volgende slide, ja, de waarborgregeling. Dus bij PNV hebben we 2 soorten van waarborgen. Bij PNVZ heet dat waarborgregeling, bij PNV is dat G-garant. De waarborgregeling, dat is een systeem dat wij geen lening geven. Bij de waarborgregeling kunnen wij een bankkrediet waarborgen. Dus een krediet dat de bank aan een ondernemer geeft, kan de bank bij ons waarborgen.
Dus die waarborgregeling, dat is wel een ongelooflijk instrument, zien wij ook tot 30-40% toegepast worden bij bedrijfsovernames. Als een bank, nee, ik zal zeggen als ondernemer ga je naar de bank, je vraagt een krediet. Bij overnames, dat zijn toch wel een materie dat banken spelen wel mee in het verhaal, maar toch een beperkte rol willen spelen, omdat ze niet altijd zich helemaal waarborgmatig kunnen indekken. Dan kan de bank het dossier bij ons komen waarborgen tot 75% van het krediet. Dus stel een krediet van 1 miljoen euro. Ik zeg maar iets, herinner mij een voorbeeld. Je hebt een overname 800.000 euro. De bank zegt, we gaan er toch nog wat werkkapitaal bij doen, 1 miljoen euro. Dan kunnen wij tot 750.000 euro afdekken van het krediet. Om gebruik te maken van die waarborgregeling, moet je naar de bank gaan, want het is enkel de bank die het dossier kan bij ons waarborgen. Dus jij als ondernemer, je kan niet bij ons die waarborgregeling inroepen. Het is enkel de bank die het dossier bij ons kan waarborgen. Dus bij de waarborgregeling is de bedoeling dat je de bank gaat overtuigen. Daar kunnen wij dus tot 75% waarborgen. En daar is een premie te betalen door u als ondernemer. En je bedraagt 0,5% per jaar op het stukje dat je waarborgt. Dus stel mij bijvoorbeeld 1 miljoen euro krediet. 750.000 euro wordt gewaarborgd, dan is de prijs voor u als ondernemer 0,5% per jaar dat je waarborgt op die 750.000 euro. En daar direct al een praktische tip om te noteren, de duurtijd van die overheidswaarborg die mag verschillen van de duurtijd van het krediet. Dus stel je gaat naar de bank, een overname zal doorgaans, dat is niet gebetoneerd, maar doorgaans een 7 jaar gefinancierd worden, dan moet die overheidswaarborg niet 7 jaar lopen. Je kan perfect zeggen, kijk bank, het is nu een overname, ik ben een nieuw dossier, maar hoe lang ben ik voor u een risicofactor? De eerste 3 of 4 jaar. Oké, dan gaan we dat krediet 4 jaar waarborgen bij PMVZ. Derde punt, nog een belangrijke, automatisch systeem. Elke lidstaat in Europa heeft haar eigen overheidswaarborg, dus ook Vlaanderen. Maar wij zijn uniek, we zijn de enige lidstaat in Europa die zegt dat banken kunnen dossiers bij ons komen waarborgen, automatisch, zonder dat wij elk dossier moeten voorafgaandelijk goedkeuren, tot en met 750.000 euro waarborg. Dat is toch wel redelijk fenomenaal. Dus stel, je gaat morgen naar de bank. De bank zegt, oké, we hebben nog waarborgen nodig. Jij zegt vanaf nu, maar ik ken die waarborgregeling. Gaat waarborgen bij PMVZ waarborgen. Weet dan, want als de bank zegt, we moeten dat dossier voorleggen, gaan die wel meestappen in het verhaal of niet, tot en met 750.000 euro waarborg. Dus dan, 75% zijn kredieten van 1 miljoen euro, moeten wij niks voorafgaandelijk goedkeuren, kan de bank dat automatisch doen. Dus welke snelheid heeft zo'n procedure? Ik denk 2 à 3 werkdagen. Dus het is een heel mooi instrument om bij de bank toch krediet te kunnen krijgen, dat de bank bij ons komt waarborgen. En ik ga dus nog verder in het verhaal. Het is ook zo, en dat is bij heel PNV, maar het is ook bij PNVZ, het is niet mensen een verhaal van, we gaan of cofinanciering doen, of de win-win lening, of de waarborgregeling. Het kan, en het is trouwens meer en meer, een combinatie van alles. Je kan perfect een dossier hebben waarbij je een stuk win-win lening gaat ophalen. Daarmee kom je naar ons, wij geven een stuk cofinanciering. Dan doet de bank nog mee met haar financiering. Dan kan de bank nog eens het dossier bij ons komen waarborgen in die waarborgregeling. Dus zo kan het een combinatie zijn dat we vanuit PNVZ een dossier vanuit verschillende hoeken ondersteunen. Nogmaals, je kan bij ons vragen naar bepaalde spelregels van die waarborgregeling, maar de aanvraag zelf moet gebeuren via de bank. En welke banken werken er met ons samen, die vind je allemaal opgelijst op onze website. Oké. Ik heb u nu toegelicht de 5 producten van PMVZ, die dus voor heel veel sectoren kunnen gelden, zeker voor overnames. We zijn heel veel bezig met overnames vanuit PMVZ. Binnen PMV, en dan mag je de volgende slide ook doen, Pieter-Jan, doen we ook heel veel ondersteuning van overnames. Binnen PMV, dus tegenover PMVZ, heb je dan PMV, waarbij we zowel kapitaal, dus equity, leningen, waarborgen ook nog hebben. En hier nog eens even opgelijst een aantal zaken die we nog hebben gerealiseerd, hoeveel miljoenen we hebben geïnvesteerd. Maar eigenlijk is de boodschap daar, PMVZ, alles is vast in de kreten. Dus ligt nogal goed vast, wat kan niet. Kunnen we heel veel dossiers op een relatief korte termijn verwerken. Bij PNV kunnen we case by case doen. Maar ook daar, als je bijvoorbeeld zegt, ik heb morgen een overname van 10 miljoen euro, dan zal het niet PNVZ zijn, dan zal het vanuit PNV zijn dat we mee kunnen bekijken naar het dossier. Maar ik wou vandaag aan jullie toch wel
PNVZ toelieten, omdat we vanuit PNVZ evenveel samenwerken met Unizo en overnamemarkt. De volgende slide aan Pieter-Jan. Kijk, hier zie je, mocht je nog vragen hebben, je mag gerust contact met ons opnemen. Voor deze materie ben je in heel goede handen ook bij overnamemarkt, waar men toch ook al heel veel kennis heeft van PNV en PNVZ. Daar heeft men ook kennis van wat is er nodig om eigenlijk een dossier naar ons door te sturen, om niet veel tijd te verliezen van alle partijen. Oké, dus bij deze, ik ga heel even vragen, Pieter-Jan, of er nog vragen zijn. Er was een vraagje van Jelle, die vroeg van de win-win-lening wordt gezien als een vorm van eigen inbreng. Kan het meegerekend worden in de min 10% eigen inbreng die men nodig heeft als bij een overname van een bedrijf? Ja, dus dat kan. Dat kan. Dan moet de win-win-lening wel op bullet systeem zijn. Dus wat is bullet systeem? Dat je pas het hele som gaat terugbetalen na de duurtijd van de lening, op het eind van de lening. Maar dat kunnen wij meten als 10% van de eigen inbreng. Ja, inderdaad. Zowel bij ons kan dat. Dus voor de cofinanciering, startlening kan dat. Kan ook banken, daar hebben we toch de ervaring mee, dat zij eigenlijk op dezelfde manier kijken. Zeker als bullet systeem is het een vorm van eigen inbreng, een quasi-eigen inbreng. Dat was het. Oké. Bedankt. Dankjewel, Alex. Dankjewel. Alsjeblieft. Zoals in het begin afgesproken, kom ik nog even terug voor een slotbemerking specifiek voor de kleine overnames. Ik herhaal nog even het kabeltje 4 van de geslaagde overname. Bij geslaagde overname spreken we van een gezond bedrijf, hindernissen uit de weg geruimd, redelijke overnameprijs en een financieringsmix. Het is zo pas uitgelegd door Alex en eraan zoveel mogelijk financieringsbronnen gebruiken. Een financieringsbron die wel eens gebruikt wordt voor kleine ondernemingen buiten banken, dus is de gespreide betaling. En daar wil ik toch even aandacht op vestigen. Technisch is het natuurlijk mogelijk dat u samen met de overlater afspreekt dat u 1/5 van de overnamesom zal terugbetalen. En dat het eigendomsoverdracht pas gebeurt op het einde van de rit. Dat is een bijzonder hoog risico voor de verkopers. Zullen weinig verkopers zullen daartoe bereid zijn. Maar ook voor uzelf als koper moet u daar toch even bij stilstaan. Stel dat u een akkoord maakt met uw koper voor een huurkoop. En na 3 of 4 jaar correcte terugbetalingen komt er opnieuw een COVID-crisis of iets anders op iets af, waardoor u de volgende vervaldag niet kan halen. Wel, dan bent u de zaak kwijt. Dit komt in de praktijk alleen maar voor broodjeszaak, cafés, krantenwinkels, bakkerijen, soms zonder het gebouw. Als u dat zou doen voor een gebouw, een huurkoop voor een gebouw, moet sowieso voor notaris en moet de registratierechten ook betaald worden vooraf op de totale som. Dus huurkoop komt bijna alleen voor, zover onze ervaring reikt, op basis van huurkoop, handelszaak voor kleine ondernemingen, transacties minder dan 100.000 euro. Een andere vorm van uitgestelde betaling, en het is daarnet door Alex al aangeduid, is een vendorloon. Hier spreken we in de vendorloon in een situatie dat de verkoper aan de koper een lening geeft, eigenlijk een uitstel van betaling. Wij adviseren, als we de verkopers adviseren, van niet verder te gaan dan 20% van de totale som, maar dat kan even goed 25 of 30% zijn. Maar vooral, het is vooral een enorme hefboom wanneer de verkoper bereid is het bedrag uit te stellen tot nadat de banken terugbetaald zijn. Dus eigenlijk achter te stellen. Ik ga een cijfervoorbeeld geven om te zien hoe enorm krachtig deze financieringvorm is. Stel, staat voor een overname van 300.000 euro overnameprijs. We gaan ervan uit dat de prijs correct berekend en onderbouwd is. En dat de koper 30.000 euro eigen middelen heeft. Zeg, ja, dat is een onmogelijke zaak, want de bank eist 30% eigen vermogen. Als nu de verkoper bereid is om genoegen te nemen met 80% van de overnamesom, dus 240.000, op dag 1 te ontvangen, en 20% in dit voorbeeld 60.000 euro, pas na 5 jaar, na volledige terugbetaling van het krediet, dan krijgen we een totaal ander verhaal. U ziet onderaan in de tabel, eigen vermogen in de strikte zin is hier 30.000 euro, 10%. De vendorloon is achtergesteld, wordt daarom mee beschouwd als quasi eigen vermogen. 30 plus 60 is 90.000, op 300 is precies de 30% die de bank eist. En dan zou je deze zaak kunnen rondkrijgen met een bankkrediet van 210.000 euro op 5 jaar.
Een andere vorm, een variant op de vendorloon, is de earn-out, maar ik heb nog geen goede Nederlandstalige term gevonden. Eigenlijk is dit een extra betaling door de koper indien bepaalde doelstellingen worden behaald. Meestal zijn dat doelstellingen in de sfeer van omzet en winst. Let daar heel erg voor op. Een earn-out is niks mis mee indien het door alle partijen wordt beschouwd als kers op de taart, dat is als een extraatje. Als de zaak beter loopt dan verwacht en je zou daardoor een extraatje moeten betalen, dan zal u dat als koper waarschijnlijk ook niet zo erg vinden, want het loopt toch allemaal beter dan gepland. Wanneer dreigt het mis te lopen? Wanneer een earn-out wordt gebruikt als pasmunt. Een concreet voorbeeld, stel we komen opnieuw op hetzelfde voorbeeld als daarnet, dat de verkoper minimum 300.000 euro eist en dat jij en je kredietverstrekker slechts bereid zijn tot 250.000 euro te gaan. Dan is de verleiding natuurlijk zeer groot door de adviseurs door daar 50.000 euro earn-out bij te passen met een aantal voorwaarden die men naar u uitlegt als koper van ja, dat gaat toch niet gebeuren en aan de verkoper uitlegt van ja, het is alle kans dat je er toch nog uw 300.000 uit de brand kunt slepen. Dus in zo'n geval, let er voor op, als u dat zou aanvaarden, is er heel veel kans op enorme betwistingen en dat kunnen we toch wel best vermijden. Een ander Engels woord dat soms te pas en te onpas, zowel in grotere als in kleine transacties naar voren komt, is escrow account. Het is geen volledig correcte vertaling, maar je zou het kunnen omschrijven als geblokkeerde rekening. Ter garantiestelling van toekomstige betalingen. U moet begrijpen, de verkoper zal zijn aandelen of zijn handelsfonds slechts willen overdragen als hij zeker is van betaling. Zelfs al is die betaling op vandaag nog niet verplicht. Jij als koper zal natuurlijk geen geld willen storten als u niet zeker bent dat alles in orde is. Dan kan een geblokkeerde rekening daarvoor een uitkomst bieden. Komt soms voor wanneer er nog kleine zaken niet volledig in orde zijn. Ik geef zo dadelijk een voorbeeld. Zoals we in de uitnodiging hebben gesteld, richten we ons vooral op kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn heel dikwijls eenmanszaken. Bij een eenmanszaak, als die zaak verkeerd loopt en de man heeft een tweede woonst aan de kust, ja, en hij gaat onder de hamer in faillissement, dan wordt die tweede woonst ook verkocht. Als u een eenmanszaak, een handelszaak overneemt, dan zit die tweede woonst er uiteraard niet bij. Nu, dus kunnen bij overdracht van een eenmanszaak, van een handelszaak, wel een aantal randgevallen zijn. Denk maar aan een personenwagen, bestelwagen, die door de zaakvoerder wordt gebruikt. Een oproep, als je een zaak overneemt, laat dat volledig zo gedetailleerd mogelijk beschrijven wat er allemaal in zit en aanvaard geen overnamecontract van overdracht handelszaak, want dat is onvoldoende om te weten waarover het gaat. Kleine vennootschappen, dus daar kan zowel een handelszaak worden overgedragen, dan blijft de vennootschap, dan blijven de aandelen in handen van de verkoper, dan is het eigenlijk de vennootschap die haar handelszaak verkoopt, of de aandelen kunnen overgedragen worden. Nu, u als koper hebt altijd voordeel om te kiezen voor overdrachtactieven, voor overdrachthandelsfonds. Waarom? Het is fiscaal interessanter. Het aangekochte bedrijfsgoed kan opnieuw worden afgeschreven. Het is beter financierbaar, want voor de bankier is het aangekochte bedrijfsuitrusting een waardevoller onderpand dan pand op aandelen. En je hebt ook een minder groot risico. Een voorbeeld, als u een aannemer zou overnemen, dus een bouwfirma, en u kiest voor overdracht aandelen, hebt u het voordeel dat u alle vergunningen mee overneemt. Dat is een objectief voordeel. Maar wanneer er iets mis zou lopen, spreekwoordelijk een muur die omvalt, die valt dan wel degelijk op uw kop, hè, als u de aandelen hebt overgenomen. Als u een handelszaak overneemt, dan zijn de betwistingen, de claims, komen dan terecht op de houder van de aandelen, die dan uiteindelijk een lege doos nog heeft overgehouden. We kunnen dat heel visueel voorstellen. Als u aandelen overneemt, dan neemt u een doos over waar alles in zit. Zowel het actief als het passief. Dus de tegoeden en de verplichtingen. Alle gekende, maar ook de ongekende betwistingen. Dus heel erg mee opletten bij overdracht aandelen. Als u een handelsfonds overneemt, dan gaat u eigenlijk de stukken eruit nemen die nodig zijn om de handelszaak te laten draaien. Dat is dus niet noodzakelijk alles. Je kan er heel selectief uithalen wat nodig is om de handelszaak te laten draaien. U neemt dus niet de kredieten mee over. De lopende kredieten bij een handelszaak neemt u niet mee over. Bij aandelen wel.
Bij overdracht moet u altijd heel aandachtig zijn voor mogelijke betwistingen. Dus we hebben daar samen met onze partners een programma voor opgestart. Begeleidingstraject overdracht voor overname van kleine ondernemingen. Daar zit onder andere een due diligence mee in, waar bijvoorbeeld saldibevestiging van alle klantenleveranciers, afschrijvingstabellen. Oh, ik ben de presentatie kwijt, Pieter-Jan. Ja, hier zijn we terug. Afschrijvingstabellen, wat zit erin, wat zit er niet in. Het anderzuurcontract, een heel belangrijke. Personeel, dat gaat in elk geval mee over. Of dat u nu aandelen of handelszaak overneemt. Lopende kredieten gaan dus enkel mee over in een scenario van overname aandelen. Wel die bemerking maken dat de bank er wel mee akkoord moet zijn, staat in de kleine lettertjes. Buitenbalansverplichtingen. Een voorbeeld van een buitenbalansverplichting zijn bijvoorbeeld afspraken voor afname of verkoop van goederen, maar kunnen bijvoorbeeld ook promotieafspraken zijn als de vorige eigenaar bijvoorbeeld een promotie of sponsoring van een voetbalploeg heeft afgesproken. U bent daar ook mee gebonden. U gaat dat niet terugvinden in de balans. Bij overdracht van handelszaak is er net gezegd, gaan de kredieten in de regel niet mee over. De verplichtingen gaan niet mee over, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Maar er zijn wel 5 openbare besturen die een soort volgrecht hebben, die namelijk, als er nog schulden zouden zijn, die bij de nieuwe uitbater kunnen opeisen. Het gaat om BTW, RSZ, federale schulden en regionale schulden, eventueel ook van de sociale zekerheidskas. Hoe kan u zich daartegen beschermen als koper? U moet een attest opvragen dat maximaal 1 maand oud is op het moment van overdracht. Ik corrigeer me, het is de verkoper die dat attest moet opvragen, maar u moet het wel, zeker als u een krediet aanvraagt, uw kredieteiser zal dat zeker vragen. En ja, het moet er 5 verschillende zijn, maar 1 maand oud. Dit is een regelmatig terugkomend struikelpunt. Hier kan een escrow-account, een geblokkeerde rekening, een oplossing bieden. Dus u kan, wanneer het dossier niet volledig rond is, een stuk van de overnameprijs laten blokkeren op een geblokkeerde rekening totdat dat attest dan in orde is. Dus dan laat ons zeggen, de transactie zelf kan dan wel doorgaan. Hier even nog een schematisch overzicht. Een overdracht van een handelsfonds uit een vennootschap lijkt dus heel sterk op de overdracht van een eenmanszaak. Dat is te zeggen, de verkoper heeft in beide gevallen geconfronteerd met meerwaardebelasting en in een eenmanszaak specifiek stopzettingsmeerwaarde. In een vennootschap is het gewoon een vennootschapsbelasting die de verkoper betaalt. Voor u als koper, u verwerft in beide gevallen afschrijfbaar actief en u kan financiële waarborgen geven aan uw kredietverstrekker. Wanneer het gaat over overdracht van aandelen, dan heeft de verkoper tot op de dag van vandaag geen belastingen. Geen meerwaardebelastingen. U hebt wel een zwakker kredietdossier, want u kan geen inhoudsvolle waarborgen aanbieden. Kan het ook niet afschrijven. Er is 1 uitzondering op de regel van waarborgen. Dat is wanneer u aandelen zou verwerven van een bedrijf waar u zelf in werkt. Een zogenaamde MBO. Maar die reglementering is zodanig streng dat die in de praktijk weinig voorkomt. We gaan nog even terug naar overnamemarkt. U gaat een opname van dit webinar en de presentaties nadien nog te zien krijgen. Onder onze rubriek financiering vindt u ook nog een interview terug met Kathleen Koos van KBC. Het is een interview van 7 minuten duurtijd, waarin ook een aantal vragen aan bod komen in verband met financieringen van overnames. We zijn vandaag de week van de bedrijfsoverdracht gestart. U kan nog inschrijven voor zitdagen. Alex heeft er net ook naar verwezen. Er zijn nog mogelijkheden voor donderdag aanstaande. U kan nog online inschrijven. En voor de andere kant van het spectrum, de mensen die einde loopbaan in het vooruitzicht hebben, starten vandaag onze sessies Denk vroeger aan later, met als doelgroep ondernemers met het vooruitzicht op hun pensioen- en bedrijfsoverdracht. Hier vindt u mijn contactgegevens en zoals afgesproken krijg u alle gegevens nog via mail en via een opname. Tenzij er nog specifieke vragen zijn.
Ik zie dat Pieter Jan even afwezig is. Zijn er nog specifieke vragen? U kan altijd nog contact nemen via Overnamemarkt. Dan rest mij jullie te danken voor de aandacht. En dan dank ik beide sprekers, Alex en Anne-Wouter, voor hun expertise. En we zijn heel netjes binnen de 1 uur tijd gebleven. Hartelijk dank. Dank u wel. Tot hier. Dag iedereen. Ja, Alex, daar al. Pieter Jan? Dag Pieter Jan.